De topman van Rabobank die is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De Rabobank financiert van oudsher vele boerenbedrijven in ons land. En de Rabobank keert zich nu tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onder andere in het Financieel Dagblad. Vele kranten schrijven erover. Maar het Financieel Dagblad bijvoorbeeld heeft een interview met die topman. En ook de Telegraaf, geschreven door Ieteke, die hier bij ons aan tafel zit. Het belangrijkste punt van de Rabobank-topman is dat het kabinet te weinig oog heeft voor het leed van de boeren. Ze leggen te veel nadruk op de krimp van de veestapel en het sluiten van bedrijven. De provincies hebben natuurlijk een jaar de tijd om eruit te komen met de boeren. En dat is volgens die topman van de Rabobank veel en veel te krap. En op die manier wordt dit onhaalbaar. Gisteravond was er nog een protestactie. Ongeveer 20 trekkers verzamelden zich bij Groningen Airport om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen. Nou, waarom staan ze bij vliegveld? Omdat ze willen benadrukken dat niet alleen de boeren, maar ook andere sectoren zoals de luchtvaart stikstof uitstoten. Je ziet hier ook stroopoppen. Dat moet een boerengezin voorstellen dat van plan is het vliegtuig te pakken omdat ze zich niet meer welkom voelen in ons land. Volgende week is er natuurlijk ook een grote protestactie. Niet op het Malieveld zoals dat eerder leek te zijn, maar dat zal plaatsvinden in de Gelderse Vallei in Barneveld, waar die stikstofreductie enorm is. Ja, Ieteke, we blijven even bij de kritiek van die Rabobank-topman. Hè? Rabobank, de boerenbank, altijd geweest. Ja. Dan is het toch ook wel logisch, denk ik, met al de leningen die zij hebben verstrekt, dat zij nu zeggen van, nou, hier kan wel nog iets aangepast worden. Nou, eigenlijk zeggen ze dat niet. Dat verbaasde mij, want ik had gedacht dat de Rabobank, gezien haar bedrijfseconomische belang, toch zou zeggen van, nou, misschien moeten we toch anders inrichten. Op die koers zitten ze niet. Maar ze zeggen van, er moet gewoon meer duidelijkheid geschapen worden. Er zijn nu hele strenge normen. Is ineens plops over de schutting gegooid. Dat heeft voor enorm veel opschudding gezorgd. Maar eigenlijk, van hoe nu verder, dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk gemaakt. Van, hoe kunnen boeren dan nog verder? En zo nee, wat staat daar dan tegenover? Hè, er is een pot geld neergezet. Maar dat is ja, waarschijnlijk belangen niet genoeg om die mensen een nieuwe toekomst te bieden. Dus en zeker dat jaar wat het kabinet daarvoor heeft, dat is echt veel te kort. Als je ziet hoe complex deze materie is, ja, dat red je gewoon niet in een jaar. Dat is gewoon irreëel. Ja, dat blijkt dat de materie complex is, blijkt ook wel binnen uw partij, hè? Mevrouw De Lange, het CDA natuurlijk. Pieter Heerma heeft de afgelopen week gezegd, nou, wat ons betreft komen er toch wel aanpassingen in die plannen van de coalitie. Wat vindt u? Ja, terecht denk ik hoor. Ik ken geen land dat zo op de vierkante millimeter eigenlijk bezig is met natuur, landschap, landbouw te beheren. Dan komt er een kaartje en dat wordt eigenlijk aan de provincies gegeven en aan de boeren en aan de ondernemers met red je er maar mee. En we missen het perspectief. Waar moet je dan heen? Het is duidelijk, tuurlijk, hè, dat je moet veranderen, dat je moet zorgen dat je boert op een manier die past in de omgeving. Helemaal mee eens. Zijn boeren trouwens ook al lang mee bezig. Maar dat perspectief dat ontbreekt en dat moet wel gegeven worden. En hoe ver moeten die aanpassingen dan gaan wat u betreft? Nou ja, kijk, dat is een discussie die nu begint. Maar als ik dat kaartje zie, ook gewoon als burger, dan denk ik ben geboren in Zuid-Limburg. Ik woon nu in het Groene Hart. Als ik daar de cijfers zie, ik kan mij het Groene Hart of Zuid-Limburg niet zonder koeien voorstellen. Dus dat we misschien naar andere bedrijfsstructuren moeten, andere verdienmodellen, oké. Okay, maar welke zijn dat dan? En richting de Rabobank, hè, gaan jullie dan ook dat soort nieuwe bedrijfsmodellen financieren? Want de Rabobank heeft natuurlijk ook heel lang een rol gespeeld in het model, je moet steeds groter, omdat de marges heel klein zijn. Daar moeten we misschien wel vanaf. En die discussie moeten we voeren met elkaar. En de Rabobank die zegt dat er nog perspectief is. Nou, als ik naar het kaartje kijk waar mevrouw De Lange naar refereert, dan zijn er gewoon complete halve provincies waar gewoon alle boeren weg moeten. Dus ja, is er nog perspectief voor iedereen? Dat vraag ik mij dan af. Dat is de vraag, zeker.